En we zijn live voor een nieuwe episode van Cryptoziasts, nummer 48 ondertussen. We zijn al een hele tijdje bezig. We worden oud, Timmy, we worden oud. Wow, we zijn pas van vorige tijd, dat gaat nog. Dus ja, bij deze, we hadden niet meteen een goede titel, dus hebben we het gewoon Crypto and Boost genoemd. Ik heb drank staan en zoals je ziet, Geert ging ik zeggen, Stijn van Crypto België heeft ook zijn glaasje klaargestaan. Cool. Zoals jullie kunnen afleiden, het gaat een redelijk chille aflevering worden. Wat betekent, we gaan extra veel tijd hebben voor jullie vragen. Ik heb mijn knopjes niet opgegaan. Voor vragen en bepaalde coins die jullie graag eens geanalyseerd live willen zien. En daar meer als genoeg tijd voor hebben. Maar laten we misschien eerst eens naar de toch iets wat saaie markt kijken en hoe dat hem aan het presteren is. Allee, poes. We gaan proberen de charts op te halen. Je ziet kei professioneel allemaal. Ah ja, misschien moet ik het op het scherm zetten. Verbergen. Ja, we zijn er. Ja, je ziet, op deze moment zijn we eigenlijk aan het vechten rond dat 40.000 US dollar punt voor Bitcoin. Wat we ook zien de voorbije weken, eigenlijk voorbije maand eigenlijk, van 23 januari tot ja, nu, is dat we eigenlijk gewoon heel een tijd ontreden zijn tegen deze lijn die higher lows aan het creëren is. Op dit moment, ik zit hier nu op een daily te kijken, ik zal een beetje inzoomen op de 4-hour, dat is een beetje duidelijker. Zie je, we zijn er heel een tijd om tegennijpen. Persoonlijk zou ik niet graag hebben dat het om voorbij die lijn gaat, want op deze moment zie je ook, hè, ze zijn aan het vechten voor die 40k. Je ziet ook dat de buys en de sells ook echt bekender blijven afhandelen. En je ziet ook dat 39.000 ook een vrij grote support begint te kweken, alsof ook 38.000. Wat wij denken is dat eigenlijk ja, 40.000, 39.000 zo'n beetje de... Ja, dat is verkeerd. 40.000, 39.000, 38.000 lijkt ons ook een beetje de floor op deze moment, waar eigenlijk grote whales beginnen in te kopen. Dat zagen we ook de voorbije weken, elke keer dat die eigenlijk zo'n beetje in de buurt kwam van ja, 38.000, 39.000, er iets tussen, zag je toch een spike in aankopen. Dus ik denk dat heel veel mensen in de winst zitten, die eigenlijk rond die prijskategorie hebben ingekocht. En ja, van de week heb ik ook een artikel gelezen ergens dat 75% of 70% van de mensen nog altijd in winst zitten in de Bitcoin. Dus dat wil zeggen, die zitten eigenlijk allemaal nog onder die prijs. Dus enkel de mensen die de top hebben gekocht van de vorige bullrun zitten nu in negatieve papieren. Waarvan dan waarschijnlijk ook een hoop nieuwkomers zijn geweest die hun emotie niet echt in de hand hebben en spijtig genoeg aan het sellen zijn met een los nu. Ik vermoed dat dat vooral die mensen gaan zijn die nu aan het verkopen zijn, in paniek, wegens ja, weinig ervaring in traden en weinig ervaring in crypto en ja, emoties. Te hoog gekocht en nu laag aan het verkopen. Ik heb daar ook een beetje een... Hoe moet ik het zeggen? Theorie bij die een beetje daarop ingaat. Ik weet alles onder de 40k. Zijn grote investeerders ook mee ingestapt? Denk ja. JP Morgan, denk een Tesla, denk MicroStrategy. Die hebben allemaal ingekocht, als ik me niet vergis, 35 tot 37k. Nu, vergeet ook niet, die zijn vorig jaar ingestapt. Hebben ook het eerste kwartaal van dit jaar dat afgesloten wordt. 1 april ook, vergeet niet, afhankelijk van hoe dat de financiën in elkaar zitten, je ziet ook het eerste van het trimester dat afgesloten wordt. Wat betekent dat ze wel hun boeken aan het dicht doen zijn en ook aan het nakijken van we moeten hier winst maken. Dus dat betekent dat die ook ergens een hevige support gaan beginnen bieden rond een bepaalde zone, hoogstwaarschijnlijk rond die 40k, dat ze gaan weigeren dat een bitcoin terug onder de 35.000 gaat vallen. Dus ergens die zone, 35k, 40k, dat heel zwaar betwist worden, gaan proberen 40k te behouden en ergens ja, sideways te blijven gaan.
Ja, moest het nu in een extreem geval beginnen vallen en voorbij die 35k US dollar beginnen gaan, dan denk ik dat we wel vertrokken zijn voor de vrij slechte tijd in prijs. Klasse voor Bitcoin zelf. Ja, natuurlijk, iedereen weet, als Bitcoin valt, vallen alle alts. En ja, dan weten we ook dat Ethereum gaat vallen, Cardano, XRP, alle grote gaan dan mooi die mee naar beneden. Ja, de volgende weken zullen waarschijnlijk weer heel cruciaal zijn. Beetje hetzelfde als we zeiden rond 24 januari in die aflevering. Toen zaten we ook op zo'n kantelmoment. Ja, zullen zien. Gaat hem terug boven de 40k zijn en support te bouwen of gaat hem vallen en hopelijk niet voorbij die 35k gaan? Ja, zullen we inderdaad moeten zien nu. Ja, alleszins, ergens vind ik het nog steeds saaie tijden. In de zin van, we zitten nog altijd sideways te treden, zoals ik voorzag in zekere mate. In de zin van... En mensen die mij op social media volgen, zullen mij dat al meermaals hebben aangehaald, zeker in de voorbije weken. Bitcoin, cycles, hoe het zit met die bullruns en hoe dat werkt. We zijn effectief sinds 2022, ik geloof zelfs sinds november vorig jaar, ik weet dat daar toen nog een nieuwe all-time high was, eigenlijk in het laatste deel van de bullish cycle van Bitcoin beland. Wat inhoudt dat we nu de komende 2 jaar ongeveer sideways gaan liggen treden, dus gans 2022... Gans 2023. Het kan zijn dat we hogere tradingniveaus halen. Doch ik voorzie dat we gemiddeld gezien wel rond deze range ergens gaan blijven hangen. Tussen de 40 tot 45k. Ruw geschat, pin er mij niet op neer. Het kan zijn dat ik fout zit, maar ik heb zo een donker, vaag vermoeden, afgaande van de vorige cycli, dat er zoiets gaat plaatsvinden. Dit natuurlijk tot en met het pre-halving event in 2024. Ik heb nog niet duidelijk opgezocht wanneer de volgende Bitcoin halving is in 2024. Vermoed dat dat waarschijnlijk juni of juli gaat zijn. Stijn is hier juist aan het opzoeken, dus je gaat mij dan meteen kunnen bevestigen. 8 mei 2024. Ja. Dan is het 2 dagen later als de vorige. Ja, dat is een berekening aan het aantal bloks dat er natuurlijk moet halen. Hè. Dus dat kan wel eens een dag vroeger of later zijn. Moest er ergens iets mislopen wat bij Bitcoin eigenlijk normaal gezien niet gaat gebeuren. Ja, dan is de halving, dan wordt het de reward van Bitcoin naar 3.125, dacht ik, gegaan. We zitten nu op 6.25, als ik mij goed herinner. Ja, 3.125 is dan de reward per blok. Voilà, dus tot dan moeten we een beetje wachten. Dus de pre-halving event. En dan weet ik sowieso, ik maak nu al voorspellingen voor tegen dan. Dus we moeten zien dat we deze episode goed onthouden. Want uiteraard gaan er dan na die halving, en dat kan ik u zwart op wit geven, mensen beginnen klagen, oh, de prijs is niet meteen gestegen in de eerste 2-3 maanden nadat het gebeurd is. Nee, meestal gebeurt dat tijdens het jaar nadien, zoals we hebben meegemaakt. Meestal begint de stijging, pakt rond, was mei, juni, juli, augustus, september, oktober, pakt binnen een half jaar, 5 à 6 maanden ongeveer, na de halving zelf, dat eigenlijk de markt de supply shock doorheeft. En dan pas gaan de zaken beginnen rollen. En dan durf ik ook pas te zeggen, 2024, 2025, die 100k bitcoin zit er dan waarschijnlijk in. Ga er niet vanuit dit jaar of volgend jaar. Dat is alles wat ik meegeef. Ja, er bestaat een kans, maar dan moeten we voornamelijk naar de market cap kijken. En dan moet er voor ettelijke triljoenen, 1 à 2 triljoen, als ik mij niet vergis, aan US dollars, uitgedrukt in US dollars, de markt binnenstromen. In huidige omstandigheden zie ik dat niet gebeuren. Ja, of er moet ineens heel goed nieuws komen, of mensen moeten echt vluchten naar crypto voor hyperinflatie. Uit de weg te gaan. Hè? Ja, het is wel een scenario dat mogelijk is, maar ik zie het niet meteen gebeuren. Wat ik wel zie gebeuren, en dit is zuiver theoretisch, is dat men eerder een nieuwe CBDC gaat lanceren, of een nieuwe e-cash, dat een dollar gaat vervangen, maar dat aan zich eigenlijk niet veel aan de traditionele financiën gaat beginnen wijzigen.
Nee, dat denk ik ook niet. Het enige wat er dan gebeurt, is dat de uitdrukkingen anders gaan zijn. Beetje zoals voor de wat oudere kijkers, en dan praat ik effectief 40 of 50 plus, wel ik in een tijd dat ze van de Frank naar de Neuro zijn gegaan. Zoiets. Dat was tof, hè? Ik was nog maar 6, pijsk, of 12. Doei. Maar allemaal 12 jaar. Dus ja. Ik herinner me nog in het lager met de zakrekenmachinetjes. Kijk, die kun je uitdrukken in euro. Daar zit dat knoppen op. Ja, als je maar 40, maar zoveel doet, zet je de hoek. Ach ja. Nu, nieuws op de cryptomarkt. We hebben het al een paar keer gezegd. Het is eigenlijk een klein beetje pokken saai. Ja. Wat zijn de hoofdingen? Wel, ik heb hier een paar artikeltjes gemaakt. Geselecteerd. Eentje dat ik toen Stan aan het spreken was, snel erbij heb gehaald, die ik zelf even vergeten was, maar best wel... Ik kan niet zeggen... Wel, het is belangrijk, maar het is ook weer zoiets dat de meer ervaren cryptoziast-kijker en... Wel, cryptoziasteling, ik zal het zo zeggen, zoiets heeft van, ach, die zag ik van mijlenver aankomen. Houd u vast, dat is hem. Ja. Voilà. Dat was een huge succes, maar we gaan hem nog niet doen. Dit is typisch het thema in mijn boek. Dus hoe lang zijn die deze al aan, dit al aan het uitstellen? Dat is ongelooflijk. Die spreken al van... God, dan ga ik opzoeken hoe lang het die al over proof of stake om vooral te zijn. Die beginnen stilletjes aan een beetje in het straatje te komen van Cardano in mijn ogen. Hè. Van alles babbelen en praten en lullen en eigenlijk geen bal doen. Hè. Gewoon eens kijken. Maar dat is ook weer, allee, in mijn ogen, typisch Ethereum. Nu, begrijp niet verkeerd, ik heb ook Ethereum in mijn portfolio steken. Nee, niet meer. Zowel steken als staken. Dus voor het Ethereum 2.0. Maar begrijp heel goed, ik ben zelf niet zo'n grote fan van Ethereum vanwege bepaalde ja, zaken in verband met het netwerk. Onder andere die high gas fees, de update die ze vorig jaar hebben doorgevoerd, waardoor die gas fees eigenlijk nog erger werden. Het zijn allerlei kleine verschillende zaken nu. Om een beetje context te geven bij dit, iedereen zit natuurlijk te wachten tot ze overgaan op proof of stake. En in zekere zin wordt dat ook gepusht door verschillende overheden, die een oog op Ethereum natuurlijk hebben laten vallen, in de reden van proof of stake, ja, dat is toch een groen consensusmechanisme. Dus eigenlijk een mechanisme voor validatie van transacties in het netwerk. Waarom? Ja, daarvoor heb je zo geen zware miners nodig, zoals bij proof of work, zoals bij Bitcoin. Ja, dat kan goed zijn, maar... Met proof of stake, ik weet, ik en Stan hebben daarop een klein meningsverschil. Ik zeg altijd, bij proof of stake is de kans wel groter dat je je netwerk in een keer terug gaat beginnen centraliseren in plaats van decentraliseren. Maar als reden met proof of stake, ja, je gaat je coins offeren om jezelf te valideren als een node of een masternode binnen het netwerk. Maar ja, niets houdt u tegen om een scheidhoop aan coins te investeren en echt een heel... groot aantal nodes in je eigen zak te hebben. Waardoor dat je eigenlijk iets makkelijker het netwerk kan beginnen beïnvloeden. Het is een beetje een tweeverhaal, maar ja, dat is ongeveer mijn visie op dit. Nu, dit zag ik ook halverwege aankomen, want ik weet niet of anderen met mij hiermee akkoord zijn. Stijn zijn gezicht kan ik momenteel niet zien, omdat ik het artikel op heb staan. Maar... ja, dit zag ik eigenlijk aankomen met het feit Ethereum begint zich eigenlijk meer en meer als niet zozeer een netwerk te gedragen, maar eigenlijk als een bedrijf. En ik weet ook met de high gas fees dat er, enfin met de transactie fees, dus de betaling dat je doet voor je transacties, te laten oppikken door de miners, omdat ze momenteel nog steeds proof of work zijn, en te laten zeven op het netwerk. Wel, omdat die zo hoog zijn, zijn er ook grote bedragen aan Ethereum die letterlijk vaststaan, dat mensen niet kunnen bewegen. En dan praat ik echt over zo van die aantallen Ethereums van daar een keer 20 euro, dan een keer 50, dan een keer 60. Bedragen pakt alles onder de 1000 euro ongeveer, dat mensen niet
kunnen bewegen. Enerzijds omdat ze het niet kunnen, omdat ze te weinig Ethereum hebben. Anderzijds omdat de transactiekosten zo groot zijn dat het eigenlijk ja, hun winsten naar de zak gaat helpen. En zulke delays, zeker als ze zeggen van kijk, we hebben ons testnet succesvol afgerond, dat werkt allemaal, we hebben ergens al een soft mainnet gelanceerd, dat werkt ook allemaal. En dan toch zeggen, ja, we gaan het toch nog een beetje uitstellen. Dus ondanks de succesverhalen, sorry, maar bij mij zegt dat gewoon, we gaan ons als bedrijf reageren. We zien dat er hier heel veel geld in het netwerk wordt opgeslagen, dus ondanks de markt. We gaan het nog uitstellen, want daardoor worden onze eigen zakken rijker. Met als reden, ja, Ethereum Foundation heeft nog altijd een van de grootste wallets in eigen beheer. De developers, zoals Vitalik Buterin, heeft ook een scheidhoop aan Ethereum in zijn zak steken, waardoor hij eigenlijk biljonair is. Dus het delayen en ervoor zorgen dat er meer geld door de hoge transactiefees vast komt te staan, ja, komt natuurlijk ten goede van die mensen. Dus voor mij is dit zo'n beetje een half corrupt verhaal, is een van de redenen waarom ik niet zo'n grote fan ben van Ethereum. Dus ondanks dat het wel bepaalde positieve aspecten heeft. Even mijn stoppen met telen, is even zien wat Stijn daarover te zeggen heeft. Nee, ik kon vandaag niet een oorlog proof of stake, proof of work starten. Ik kan één ding zeggen, als je rijk bent, kun je ook heel veel miners kopen en gewoon heel de fabrieken volsteken. Dat is exact hetzelfde. Ja, mocht dat niet zeggen, hè? Ja, je mocht dat zeggen, maar ik zeg dan ook weer zo'n miner. Ja, dat is weer technisch een beetje intensiever dan gewoon liggen steken, hè. Een ASIC miner. Je gaat naar een plaats, je stekt een UTP-kabel in, je ruimt daar een voedingskabel in, je duwt op start. Het is zo moeilijk, hè? Dat is ook waar. Maar ja. Je moet nog naar een website gaan en je IP-adres daar nog configureren met die miner, maar dat kunnen ze voor u doen, hè? Kunnen ze inderdaad doen, maar komt mijn next dag ook. Maar we gaan daar niet te diep op ingaan. Heb even op opzoeken geweest en ik denk dat jij die kunt zien. Kun jij die link zien? Heb je die in privé chat? Yep. Voilà, dan ga ik die ook even meedelen op het grootscherm. Die een proof of stake, als je halverwege de pagina gaat, dan kom je eigenlijk Ethereum launch in de merge timeline tegen. Deze hier, ja. Nietje weer. Voilà. Ze zijn dus eigenlijk al bezig, volgens mij, vanaf die Muir Glacier upgrade. Als ik me niet vergis. Of die erna. Hoe staat hem? Januari 2020. Dat is al 2 jaar dat die oversteking ontzeveren zijn. Ik dacht zelfs vroeger en dat het effectief van dit hier aanwezig was. Omdat met die difficulty adjustments hebben gezien dat dat technisch redelijk ambetant in elkaar stak. Mm-hmm. En dat ze dan eigenlijk, enfin, dat dan de eerste stemmen zijn opgegaan voor een proof of stake. Als ik me niet vergis. Kan ze. Ik weet het niet wel als ze er al heel lang over bezig zijn. En dat het eigenlijk te lang duurt voor hetgeen dat het is. Want die wezen moeten die forken, hè. Daar komt het eigenlijk op neer, hè. Ja, want op zich, ik was eigenlijk heel blij dat ze dit deden. Maar ja, ik vond het dan verdacht. Omdat ze al een tijdje bezig zijn. Ja, proof of stake, we moeten dat doen. En we zijn in de maak van ver voor 2020, dat ik weet. Maar dat ze dan pas in december 2020 die een beacon chain gelaunched hebben. Want ik weet al, van in januari waren ze daarover bezig en dat is toen ook al 2 of 3 keer uitgesteld. Daar herinner ik mij nog. Mm-hmm. Ja. En op zich, die beacon chain, ik weet niet wat er zo moeilijk is om die eigenlijk te lanceren. Maar als reden, dat is eigenlijk niet meer als een layer 2 solution. Een bekke hetzelfde als hun Arbitrum en hun, hoe noemen ze weer, Polygon chain. Het is eigenlijk niet meer als dat. En ze moeten hier en daar een beetje code veranderen, zodat de transacties van de Ethereum-channel eigenlijk kunnen overgedragen worden op die layer 2. Maar dat kan sowieso al gebeuren, dus... Allee, ja. Ik vond het... Ja. We zullen zien, hè. Ik weet alleen dat ze eigenlijk heel hard in de voet ontschieten zijn, hier veel te lang mee te wachten. Ja. Dit blijft voor mij nog steeds hun grootste blunder. Ja, dat is een onderschatting geweest van hun. Bloks groter maken, voor transactiefees te laten zakken, voor dan een automatische
via adjustment te doen die compleet krom stond. En dat is ook de reden dat je nu zoveel betaalde. Normaal gezien, prijs goes up, fees goes down. Nou, nu was het prijs go up, fees go up. Ja, ja kunnen niet blijven bolwerken. Hè? Want hier hebben ze zelfs geen block adjustment gedaan, hè? Jawel, hè? Jawel. Nee, ze hadden een dynamisch transaction fee mechanisme geïntroduceerd. Maar iedereen zat te roepen van, hey, misschien moet je je blokgroottes eens beginnen aanpassen. Wat ze niet gedaan hebben en... Nee, wacht, wat ze uiteindelijk wel gedaan hebben, maar echt marginaal klein, dat ze zeiden, ja, we maken ze 5% groter. Dynamisch gezien, maar dat heeft eigenlijk niet veel uitgehaald. Want door de lancering van hun London Mainnet, of hun EIP-1559, ja, was er ook 5% meer transactieverkeer op die netwerk. Dus is dat eigenlijk compleet niet gedaan en zal het blijven stijgen. Zeker als je kijkt naar de boom van DeFi, de NFT's die je kon deployen op het netwerk. Dat heeft zoveel meer transacties veroorzaakt en die zijn zoveel aan hun trafiek kwijtgespeeld dan andere chains, hè, zoals Binance Smart Chain enzovoort enzovoort. Gewoon omdat het niet werkbaar niet meer was. Hè. En nu is het scramble over alles snel in orde te krijgen, maar ja, als je nog eens een paar keer gaat delayen, heel veel mensen gaan hun geloof ook een beetje kwijtspelen. Er zijn ook al veel mensen die van Ethereum wegblijven. Gewoon, het is niet betaalbaar voor kleine dingen te doen. Hè. Ja, klopt. Tenzij je met ZK roll-ups bezig zet, maar ja. Zo. Want deze vond ik eigenlijk ook lachen, want een van de hoofdargumenten, enfin, dat de Ethereum Maxis mij zeiden, ja, maar EIP 1559, dat is zoiets, we gaan minder transactiekosten moeten betalen. Ik moest toen al lachen. Bitcoin gaat nooit met zoiets kunnen afkomen. Ik geloof in oktober of november datzelfde jaar zijn ze afgekomen met Taproot op Bitcoin. En hebben ze effectief hun blokgrootte met 25% kunnen uitbreiden. Kunnen plaatsvinden in de blok zelf. En dat heeft in de gasfees een pak gescheeld, hè? Enorm veel. Allee, enorm veel. De gasfees zijn eigenlijk 25% gezakt, hè, voor Bitcoin op die momenten. Ja, en dat heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat er die run was in november in een keer, dat hij terug zijn all-time high heeft gehaald. Ja, dat was dus gewoon een update. En die privacy switch dat erin zat, stiekem, was ook de goede vond ik. Ja, maar daaraan zie je. je hoeft niet per se in een foundation te zitten om goede updates te doen. Hè? Ja, inderdaad. Maar ja, dat zijn de perikelen van Ethereum. Dus ja, weet beste mensen, het is weer met enkele maanden opgeschoven. En ik zeg letterlijk enkele maanden. Ik heb een tweet hier niet meer van die Marius van der Weijden. Dan mag je weg. Mij als reden had een van de developers dat op Twitter dit had meegegeven, tezamen met enkele opmerkingen van hoe het kwam, hoe het ging. Ik heb die op mijn social media gedeeld. Ik moet eens even doorscrollen naar het artikel zelf. Hij geeft wel de argumenten. Ik heb die eens even bekeken. Ik heb zoiets van, ja, op zich zijn het goede technische argumenten, maar alweer is het niet een kleine pleister op een gapende wonde dat Gelle niet hebt kunnen fixen. Weet je, deze is een delay op een delay. Hè. Het laatste ik had gehoord is dat ze gingen releasen in Q1 van 2022. Q1 is ondertussen al een maand gepasseerd. Hè. Ja. Ze zijn eigenlijk alweer al te laat op een uitstelling van ervoor. Ja, we zullen zien. Hè. Ik snap nu natuurlijk wel dat Ethereum niet wilt launchen met problemen. Hè. Ze zullen dit wel waarschijnlijk naadloos willen doen, maar hoe lang kun je iets uitstellen? En hoe lang kun je over iets doen? Terwijl er een hoop chains nu al lang bestaan, die proof of stake draaien. Hè? Een Tronix, TRX, ik weet dat is niet de meest favoriete chain voor heel veel mensen, maar die draaien ondertussen ook al 3 jaar op proof of stake, zonder één blok dat gevallen is, hè? Zonder problemen. En dat is eigenlijk gewoon een Ethereum-kloon op proof of stake. Hè? Ja, maar ja. En dat was ook hetgeen waar die en Justin Sun, ik zijn een beetje Tronix om te prediken, mijn excuses. Maar dat was wel hetgeen waar die founder, die en Justin Sun, eigenlijk heel hard voor aangevallen werd, hè, op de launch van TRX. Hè. Ja, dat is een Ethereum-copy en dit en dat, dus is hetgeen. Maar hoe snel was die met zijn smart contracts? Hoe snel was die met zijn implementatie met NFT's enzovoort? Die heeft dat gewoon droog gekopieerd en verbeterd, hè. En dat is eigenlijk hetgeen waar
crypto of blockchain of cryptocurrency, eigenlijk al sinds het begin op draait. Hè. Iets dat log wordt en niet meer mee innoveert, wordt op de kant geschoven en wordt voorbijgestoken door een betere. Hè. Daar komt het effectief op neer, maar ja. Ja. Nu is de vraag, we zitten er altijd in de race, wie is de beste smart contract chain? Hè? Nog altijd, hè? Ja, maar we zullen moeten zien in de toekomst. Ik heb nogal gezegd, Ethereum zie ik toekomstgewijs eigenlijk compleet naar de donder gaan. Voor het eerst nog belachelijk duur gaan worden. Eerst belachelijk duur, dat heel veel mensen winst gaan pakken. En ik ga daarin eerlijk zijn, ik ga dat ook doen. De second dat ik zie, van nu hebben die gepiekt. Alles verkopen, omzet naar Bitcoin en klatsen vallen. Ja. Voilà, ja. Sowieso. En ik weet dat dat een heel onpopulaire mening is voor heel veel mensen die in crypto zitten, want ik ken heel veel mensen die Ethereum het crypto vinden en het beste dat er is. Ja, fanboys zullen altijd fanboys blijven, uiteraard. Maar zo nu en dan is het heel goed voor eens een paar stappen achteruit te zetten en eens even deftig te kijken naar waar het eigenlijk de trein aan het rijden is. Ze kunnen altijd bijsturen, ze kunnen dat altijd verbeteren, maar ik vrees er een beetje voor in de komende jaren. Ik denk dat er een aantal anderen gewoon droog erover gaan. Dan spreek ik over... Ja, eerlijk te zijn, ik ken genoeg alternatieven, cryptocurrency-projecten, blockchain-projecten, die het eigenlijk beter doen als Ethereum op verschillende vlakken. En de fanboys mogen mij gerust aanvallen en zeggen, geef eens een paar voorbeelden, ik kan ze u zo droog geven. NFT's, Ravencoin. Alles met betrekking tot tokenization, Binance. Plot erop. Tronix eigenlijk, zoals jij zei, is eigenlijk Ethereum, is eigenlijk al een pak beter als die mannen. Alles werkt deftig. Ja. Smart contract platforms, sorry, Polkadot. Buiten kijf, de allerbeste die je kunt hebben. Dat zijn allemaal alternatieven. Ethereum momenteel heeft niks deftig voor zich gaande. Buiten dat ze heel gekend zijn geworden vanwege hun NFT's. En omdat ze lange tijd weer onder Bitcoin staan met een grote market cap. Maar ik weet niet of die market cap zo gegrond is. Zeker als je nagaat met het argument dat je straks gaf. Er wordt geld vastgezet dat mensen niet meer kunnen bewegen. En ik vrees eigenlijk dat er heel veel geld op die wijze vastzit. Op het Ethereum. Dat ze zeggen van ja, we gaan het niet uitkasseren, want de winsten worden anders te klein. Mm-hmm. Meer als dat. Dus ja. Bon. Tweede artikeltje dat ik hier heb staan. Yes. Bitcoin struggles at 40k. Shiba Inu soared to 2 months high amidst Robinhood listing. Geen een van ons twee hier aanwezig op de livestream is een grote fan van Shiba Inu. En ik zelf durf te zeggen, ik ben ook geen fan van Robinhood applicatie. Dus ergens om dit nieuws te zien is bij mij een beetje dubbeledig. Nu, ik geef het mee. Ik weet dat er onder jullie mensen zijn die heel graag op memecoins stemmen en horen. Dus ja, bij deze. Shiba Inu is dus op Robinhood gelist. Ja, en die month-to-month high is logisch. Hè? Je hebt de grote exchange list. Die een hype dat er naartoe gaat, is mokt eigenlijk je grote winst. Hè? Als je kijkt in 2018, 2019 en je zat in een crypto-project en dat werd ineens gelist op Binance, ging dat ook maal 2, maal 3 hè, toen. Dat is eigenlijk gewoon krak hetzelfde. Ja, en wat ik eigenlijk nog hierbij wil zeggen, want ik ben heel blij te horen dat jij zegt dat dat een exchange is. Robinhood is geen exchange. Ja. Dat is een brokerage-app voor speculeerders. Wat betekent dat door gelist te worden op Robinhood, Shiba Inu zichzelf heeft gelanceerd om geleveraged te worden door verschillende speculatoren. Waardoor er nog sneller geld uit het project kan worden gehesen. Dus ja, ergens vind ik het terecht. Ze hebben het verdiend in zekere zin tegelijkertijd. Maar dat, ze hebben het verdiend in zekere zin en in meerdere zinnen ben ik daar blij om. Enerzijds voor de community, dat ze daarmee een markt aanboren. Anderzijds dat ze zich terug iets zwakker hebben opgesteld. Maar bon.
Goh, luister, kent, jij weet niet, wij weten niet of niemand weet niet hoeveel die founders hebben betaald om Robinhood vergeliest te worden. Hè? Baf, Robinhood kennende hebben ze eventjes gewacht tot de markt wat lager is, om dan de deur open te zetten voor Shiba Inu en dat ze zeiden, het is mogelijk vanaf nu, maar dat ze het daarvoor al kosten. Was ze eigenlijk eerst eventjes wat wachten tot de markt wat geminderd was. Ik weet hoe dat die brokers en sommige exchanges werken voordat ze iets gaan listen. Ravencoin, ik ga daarin eerlijk zijn, ik ben daar een gigantische fan van. Zijn ze nu ook pas begonnen bij Coinbase te zeggen, ah ja, we hebben jullie in overweging gezet om te listen op onze exchange. Eens dat dat gebeurt, gaat dat heel groot nieuws zijn voor die mannen. Maar ze hebben ook expliciet zitten wachten tot de markt een beetje zoals nu is, een beetje lager. Zodat ze heel goedkoop een groot aantal kunnen inkopen of ophalen bij hunzelf. Voordat ze het eigenlijk gaan listen en de prijzen de hoogte injagen. Dat is de manier waarop dat zij geld kunnen creëren. Van de central exchanges geld kunnen creëren. Het is niet meer dan dat. Ja. En daarvoor heb ik spijtig genoeg iets te veel ervaring als een crypto-educator. Ik heb het al vaak genoeg gezien. Dus bij deze. Is het goed nieuws, is het slecht nieuws? Als je Shiba Inu hebt, weet dat het misschien nu een goede moment is om ze te verkopen. Misschien ook op Robinhood. Ik heb al gezegd dat ik het niet zozeer heb op die applicatie. Maar naar het schijnt zijn ze nu ook stiltjes aan bezig met de mogelijkheid om uw cryptomunten eraf van te halen. Tot in welke hoogte dat gaat gaan, weet ik niet. Toch wil ik de mensen waarschuwen, het zou mij niet verbazen mocht dat, van de withdrawal van je coins en tokens, mocht dat pas mogelijk zijn vanaf een bepaald bedrag. Dus stel dat je bijvoorbeeld voor 100 euro aan bitcoin op Robinhood hebt staan, waarmee je hebt zitten spelen. Ja, ik verwacht niet dat Robinhood tegen u gaat zeggen, ah ja, maar voor die 100 euro kunt je een bitcoin afhalen. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat ergens met baremas van 1000 of 2000 euro zijn. Dit gezegd zijnde. Dat is toch niet live? Deze? Nee, ik zal het kijken. Ah, nog niet live. Ah, ja, van Robinhood. Nee, maar ik weet dat er berichtgeving is. Het is inderdaad nog niet live. Ik dacht ook weer ergens tegen de zomer dat ze het wel. Ah, jawel. Bitcoin krijgen ze eraf. Ah, voilà. En ja. Staat er effectief een barema op? Weet dat is wat deze moet. Ja, dat is nog heel halverwege in beta, blijkbaar, zover ik hier kan lezen. En je kunt een daily limit van $3000 afhalen. Voilà. Dus ik dacht al dat er inderdaad zoiets ging. Ja, en two-factor authentication, maar dat is niet nieuw. Hè. Exchanges gebruiken dat allemaal. Ja, dus ze maken het leven zuur, zodat je niet te snel moet afhalen. Want ik weet, Robinhood heb je eigenlijk niet meteen een KYC voor nodig. Ja, natuurlijk. Dat is in beta, hè? Dus ze zullen dat wel opkrikken waarschijnlijk, maar de vraag is wanneer. Ja. Momenteel is nog insider trading. Ah nee, dat mag ik niet zeggen. Dus vliegen we weer offline. Ja. Nee, we gaan braaf zijn. Volgend artikeltje dat ik hier heb klaarstaan. Bitcoin briefly pumps as US inflation breaks another 40-year high. Wat kunnen we hierover zeggen? Ja, inflatie in zekere zin is goed voor Bitcoin. In de zin van, Bitcoin wordt nog altijd aanzien als een hard asset. In de zin van, mensen gaan hiervoor in investeren. In geval dat hun geld waardeloos wordt nu. Dus ondanks de huidige marktsituatie, wat je ziet, kun je zeggen van, oei, precies, niet zozeer waar. Inderdaad, nee, maar je moet iets meestal op iets langere termijn bekijken. Zo wil ik eventjes duiden op de crypto crash 2020, maart 2020. Door COVID, toen we allemaal gezellig thuis werden opgesloten, ja. De economie op slot ging, toen is ook alles gecrashed, want Bitcoin zat toen rond de 10.000 euro. En is toen in elke keer zwaar gezakt naar 3.000 euro in waarde. Markt ging dicht, crypto is gecrashed. Nu, wat er dan is gebeurd, is op heel korte termijn, en ik praat echt over een week of twee, heeft Bitcoin eigenlijk volledig zijn verliezen terug opgehaald. Is die een boven de 10.000 gegaan. En naar het pre-halving event heeft hij even rond de
20.000 ongeveer gezet, waar dat hem terugviel na rond de 10.000. Dus dat heeft toen bewezen dat de mensen wel Bitcoin vertrouwden als een asset, om bij te houden als waardemiddel, als, ja, hoe moet ik het zeggen, een defensielinie. Ja. Zodat ze hun geld niet te snel kwijtgeraakt. En dit is eigenlijk hetgeen wat er nu opnieuw gaat gebeuren met de inflatie in de US. En, we spreken hier van de US, ook in Europa is dit momenteel zwaar het geval. Enkel de media gaat er hier niet al te diep op in, maar je zal wel de subtiele hints hebben doorgekregen via televisie en door te scrollen op social media, waarbij je verschillende reclameblokjes ziet van Engie en anderen van hoe kun je besparen op je energiefactuur, onder andere. Dus dat is een teken dat er ook inflatie is hier binnen Europa. En natuurlijk, ja, dit gaat zijn weerslag hebben op de Bitcoin-prijs. Nu, misschien een kleine kanttekening dat ik wil maken. Ik weet, ik ben hier op dreef vandaag. Kleine kanttekening op gebied van Bitcoin. Er zijn velen dat zeggen van, ja, en het gaat de $100.000 halen tegen het eind van het jaar. Ik heb al gezegd van, dat zie ik niet meteen gebeuren. Nu, langs de andere kant zie ik het wel gebeuren als de inflatie zo hard blijft gaan. Maar dat houdt dan in ook ja, dat Bitcoin zo overgewaardeerd gaat zijn in US dollars. Ja, dat hem eigenlijk... Allee, met als reden dat de dollar zijn koopkracht aan het verliezen is, lijkt het alsof Bitcoin heel waardevol wordt. Dan kan het misschien eens wijs zijn te gaan kijken tegen welke andere munt dat die ook verandert. En dat je dan in een keer merkt, bijvoorbeeld tegen de Zwitserse frank van tiens, heeft niet zoveel bewogen, maar in de dollar is hem in een keer zo waardevol geworden. En dan is het eigenlijk een teken dat een dollar waardeloos is geworden. En Bitcoin eigenlijk op dezelfde prijs is gebleven. Dus het kan misschien eens interessant zijn een beetje te beginnen spelen met welke munten er eigenlijk aan de... hoe we Bitcoin gaan beginnen uitdrukken. Eens kijken. Want het is niet zozeer het cijferke dan dat wat de waarde van Bitcoin is, wat is de koopkracht, wat je er allemaal mee kan kopen, dat gaat tellen. En op dat gebied is Bitcoin heel sterk bezig. Dus ondanks zijn ja, gemiddelde waarde rond de 40.000 momenteel. Ik weet niet, Stijn, of je nog iets toe te voegen hebt? Of, Nee, ik zou zeker zo te kijken wat Bitcoin aan het bewegen is ten opzichte van goud. Dat is bijvoorbeeld een goede, want goud is redelijk stabiel en ik dacht dat die de laatste tijd ook wel naar omhoog was gegaan. Ja, maar is vrij gelijk het met dollar op deze moment. Ik zie eens zien of ik een goede tradingpers vind. Goh, tegen nou, inderdaad deftig zetten voor dat te zien. Maar doe wat ik eens heb gezegd en pak eens een keer de Zwitserse frank. Dat is Swiss, hè? Ja, de reden waarom ik dat zeg is dat de Zwitserse frank eigenlijk gepecht staat. Enfin, die hebben nog steeds een gold standard. Die zijn nog altijd gebacked door fysiek goud. Waardoor dat die in de prijs door de tijd heen eigenlijk heel stabiel is gebleven. En als je daar tegen Bitcoin kunt peggen, weet je exact hoe goed dat die aan het gaan is. Even een secondje, hè. Anders kan ik de oefening hier ook doen. Hè. Ja, ik heb hem. Moet ik hem op scherm zetten? Ik weet alleen niet hoe dat overgekomen. Drup. Ja, AW Max, we doen ons best. Als je kijkt naar de voorbije maand, hè, en als je, wacht even, hè, de chart erbij neemt, even, ja, paniekerig ding. Oh, meis, hè. Kom op, PC. Kun het. Je kijkt naar de voorbije maand. Ik zit in op een dag. Dan moeten we ongeveer dit gaan nemen. En je kijkt dan naar daar. Ja, dat ziet er zo ongeveer hetzelfde uit. Hè. Heel veel heeft hij niet bewogen. Maar je ziet wel dat hem terug zit van Zwitserse frank. Tot verdikken. Je ziet wel dat hem tegenover die Zwitserse frank... Ja, dezelfde bewegingen maakt, maar iets, hoe moet ik het zeggen,
meer uitgesproken, precies. Ja, ja. Maar dat is wel een veel stabielere munt, hè, dat je die gaat pijren tegen... Allee, zeg. Het is maar een dag, dus, hè. Een Nigeriaanse dollar of zoiets. Oh, dat is de Klaar. Hé, hey, zie je eens. Dat is dus exact hetgeen wat ik bedoel. Dan zie je dat je eigenlijk tussen die bepaalde munteenheden grote schommelingen hebt. Hè? En hetgeen waar wij altijd naar kijken, is eigenlijk terugzitten van de US dollar. Hè? Die ook terugzitten van alles beweegt. Dus het blijft een beetje ja, giswerk. Hè? Je zou eigenlijk een soort munt moeten hebben dat stable is. Een echte stabiele munt, ja. Ik heb het nog niet gevonden. Nog niet. Een echt stabiele munt ga je nooit vinden. Het is een van de redenen waarom ik ook heb gezegd, de Zwitserse frank, van alles wat bestaat, is vanwege zijn ja, backing door goud eigenlijk het dichtstbijzijnde dat je kunt hebben. En zoals je hebt gezien, op zich, uitgedrukt in Zwitserse frank, doet een bitcoin niet veel, die is eigenlijk savast stabiel. Als je dan die chart inderdaad hebt gezien van de US dollar... Dan beginnen andere pieken te zien, hè. Inderdaad, en dan lijkt het van, amai, de bitcoin is veel goud geworden, is beginnen stijgen in waarde terug. Dat is effectief gewoon de dollar dat onnozel aan het doen is en naar beneden aan het gaan. Die piek daar op het einde dat je hebt gezien, dat was effectief. Ik dacht dat die in overeenkwam met de berichtgeving van inflatie, onder andere. Ja. Ja. Je kunt er uurlijk op gelijk zetten. De zoveelste renteverhoging dat ze in Amerika willen doorvoeren, of wat was dat? Voilà. Zoals je het in euro uitdrukt, enfin, de euro komt ongeveer overeen met een dollar, mits een paar percenten, dat ik weet. Dus ja, bij deze. En nu een onderwerpje waar ik heel geopineerd over ben. En dat eigenlijk rotslecht nieuws is. Unhosted is unwelcome. EU's, European Union's, attack on non-custodial wallets is part of a larger trend. Heel kort, dit artikel. De Europese Unie wil alle private wallets, dus al uw hardware wallets, al uw digitale wallets, al uw papieren, et cetera, willen ze te weten komen wie dat in handen heeft. Het is te zeggen, ze zijn geen fan van private wallets. Ze willen dat je alles via een central exchange doet, waarbij KYC, Know Your Customer, of uw identiteit gekend is. Nu, dit artikel gaat over een wetgeving dat ze vorige week ongeveer gelanceerd hebben, of twee weken terug zelfs. Ja. Waarbij men zegt van, kijk, vanaf nu gaan we de regel opstellen, als je vanuit je account van een central exchange naar je private wallet doet, vanaf een bepaalde transactiewaarde mag de exchange die transactie niet laten doorgaan, die blokkeert je account en je moet de KYC doen van die unhosted, enfin, van die private wallet. Het is te zeggen, ze komen achter u aan, ze willen weten wat uw private wallets zijn, zodat ze een beter overzicht hebben van hoeveel cryptomunten je effectief in eigen hand hebt. En dit onder het mom van witwaspraktijken. Ja. Dit is eigenlijk het signaal dat ik wil geven van je moet vaker en vaker DeFi gaan. Je moet ervoor zorgen dat je nu eigenlijk meer en meer tokens gaat beginnen farmen, die verkopen voor winst en ergens moet zien te deponeren in je private wallet door om te zetten naar Bitcoin en dergelijke. Maar zoveel meer en meer eigenlijk centralized exchanges zoals Coinbase, Binance, Kraken, etc. te beginnen mijden. Of je moet ermee akkoord komen voor al je privégegevens prijs te geven aan de Europese Unie. Ja, weet je, Dimitri, deze heeft een in- en of-verhaal weer al. Ja. Hey, het is ofwel blijft de onzichtbaar en geeft er niks aan en blijft de in DeFi, maar dan wordt het weer moeilijker om te cashen. Hey, stelt je genoeg winst gemaakt en je wilt eigenlijk thuis verbouwen, dan is er weer een extra horde dat je moet nemen om aan je fondsen te geraken.
Wat die token maken, is dat dit de start is van een hoop wetgeving dat ze in Europa willen lanceren. Daar kunnen goede eigenschappen in zitten en ook slechte. Hè? Slechte wil zeggen, ze willen weten wie jij bent, wat jij hebt en hoeveel waarde dat jij hebt. En daar ga je belast worden als rijke mens, bij wijze van spreken. Ja. Ook al is er niet heel veel, maar dat zijn verworven gelden die niet van normale aard zijn. Dus dan ga je waarschijnlijk een hoger percentage op betalen. Maar aan de andere kant gaan ze misschien eindelijk eens een wetgeving neersteken die eenzijdig is en waar wij allemaal bij weten, je mag cashen onder die voorwaarden, die percenten, en dat is de manier van werken. En niet willy-nilly in elk land een ander regeltje instellen en al die banken die gewoon constant zeggen, ik weet het niet. Bij ons mag het niet, maar bij de D wel. Dat is verkompleet gek van te worden. Hè? Ik hoor verhalen van mensen die hun winsten willen verzilveren en gewoon bij hun eigen bank niet kunnen aankloppen. Hè? Om een vraag te stellen. Hè? Die krijgen dan van die kei vage antwoorden. Het is walgelijk. Hè? KBC is zo een goede gemochte gerust bij naam noemen van mij. Ik hou je niet tegen. Ik kon dat ook niet doen, want ik weet welke bank daar vrij positief is en welke niet. En het is ook niet constant dezelfde bank. En dat is het probleem. Ik heb gehoord van sommige banken die heel open stonden. Op een gegeven moment verandert die wetgeving in Europa. En dan ineens doen ze het niet meer. En dan heb ik zoiets van, weet je, dat is geld dat naar jullie bank stroomt. Daar kunnen jullie dat weer speculatief achter de schermen heel vettig mee gaan doen. Zonder dat wij het allemaal weten. Maar dat mag dat weer niet. En dan heb ik ergens een charter gelezen, ook weer iets verkregen via. Als je het kunt bewijzen dat het uit die bank komt, rechtstreeks naar die exchange, je hebt daar munt gekocht, naar je wallet gezet en terug naar die bank, dan is het geen probleem. Mm-hmm. Raar. Ik vind het raar. Het zijn rare dingen, ja. Nu, om eventjes verder hierop te gaan... Sommige mensen zullen zeggen, ja, maar dat is wetgeving. We moeten daarvan nog zien of dat effectief gaat werken. Wel, je moet begrijpen, dat artikel is geschreven op 6 april. 2 dagen later kom ik dit tegen. En dit is eigenlijk dezelfde soort legislatie dat men gaat toepassen, maar eigenlijk een trial run gaat doen. En men gaat de oorlog Rusland-Oekraïne hiervoor een beetje misbruiken, in mijn ogen. Door te zeggen van, ja, kijk, cryptocurrency heeft ervoor gezorgd dat Rusland hun sancties kan vermijden. Dus gaan we die regel eens een keer implementeren naar de Russische bevolking. En dit is dit, wat je hier op het scherm ziet, die is gewoon een titel, is niet meer als een trial run voor dit. Dus wat nu de mensen bejubelen als, joepie, het is tegen onze vijanden. Ja, vergeet dit niet, hè. Het slacht ook terug op jullie weer. Dit zijn de testmuizen. Dit is het feitelijke medicijn. Wat ik ook heel hypocriet vind, en dat, nu spreek ik eigenlijk niet alleen over Europa, maar vooral over België. In België word je aanzien als een goed vader, een goed vaderschap wordt aanzien als jij als een brave huis, een goed huisvaderschap toestaat. Hè? Er wordt dus ergens letterlijk in geschreven, bewaar je cryptomunten veilig, zoals bijvoorbeeld een hardware wallet. Mm-hmm. En nu zie je dit. Dat. En dan denk ik in mijn eigen, dat alle mensen die in crypto zitten, die langer in crypto zitten, hebben een hardware wallet. Die beheren hun eigen keys, zoals de 10 geboden der crypto. Oh, hè, weet je nog? Je hebt het video ook niet meer. Ja, spijtig. Maar dat is een van de grondbeginselen van crypto. Hè. Beheer je eigen munten, je bent je eigen bank. En wat zijn ze nu aan het doen? Jij beheert je eigen munten niet. Hier is de wallet die jullie van ons mogen gebruiken. Garantie dat dat naar de dag gaat draaien. Je gaat op den duur software krijgen van de Europese overheid, zoals die corona-app. Daar gaan we niet nu over beginnen. Maar dat gaat een software wallet zijn dat je gaat krijgen en die ga je gaan mogen gebruiken met een KYC erop. En met die gespecialiseerde wallet ga je waarschijnlijk kunnen inloggen op de grote exchanges. Ja. Dat zie je eigenlijk nu al met bepaalde wallets, zoals een Trust Wallet. Dat er bestaat een Coinbase Wallet.
De technologie bestaat al. Het enige wat ze gaan doen is dat, tussen aanhalingstekens, weaponizen. In de zin van, maar nu maken we het zo voor iedereen. En als jullie denken, oh, maar dat is toekomstmuziek, vergeet niet, men is al, en ik geloof dat we dat zelfs al aangehaald hebben vorig jaar in een van de allereerste episodes, met de CBDC's. Ze proberen CBDC's gelijk te trekken aan cryptocurrency, hè, mannetjes. Dus vergeet niet, de kans is heel groot dat ze zeggen, hier, dit is onze applicatie dat je op je smartphone zet, dat is ook je geldwallet. En ze zullen daar waarschijnlijk reclame over maken van nooit meer te zware portemonnees met 50.000 creditcards. Hè. Vanaf nu kun je met je smartphone alles betalen. Via die applicatie dat gelinkt is aan je identiteit, wil dat al afkomen. Met CBDC's en je kan speculeren op Bitcoin. En dat ze het eigenlijk zoiets maken als gewoon een bankcontact-app. Waarbij je kan zeggen, je kan beleggen in ICT en groene technologieën. Maar dit keer dan ook in cryptomunten, maar dat zij wel volledige controle hebben en kunnen nakijken in wat je juist investeert en daarop taxen beginnen heffen. Dat van die wallet dat we juist over begonnen hebben, dat trekken wij eigenlijk letterlijk juist tot ons gat. Hè? Dat is nergens nog niet beschreven in geen een van die wetgevingen. Hè? Nee. Maar let op, we gaan hier dingen verspeld hebben. Hè? Binnen 5 jaar word ik hier aanzien als een profeet en... Hoogstwaarschijnlijk zal de politie hier ooit eens tegen mijn deur staan. U ziet staatsgeheimen te verkopen. Maar dat is een uitzending van 4 jaar terug. Nee, maar het is wel zo. Hè. Je ziet het stilletjes aan. Het probleem zit erin, en zeker voor Europa. Andere landen zijn wat slimmer geweest. Europa is er te lang mee aan het lachen geweest en er tegen aan het topboksen geweest. Hè, ze weggeschoven. Als oh, dat onnozel ding gaat toch nooit geen invloed hebben. Ondertussen zitten we met een market cap van... 2 triljoen, hè? 2 triljoen, hè? 1,95 triljoen dollar. Ja? Die hadden nooit niet verwacht dat de cryptocurrency zo groot ging worden. En na het 7 jaar uitgelachen te hebben, weggeschoven, hebben ze eigenlijk iets heel stom gedaan. Ze hebben het niet omarmd en gebruikt voor wat het dient. Er vroeger ingestapt, dat omhelst bedrijven erop laten bouwen... Dat hebben ze in heel veel landen wel gedaan. In Europa is, zoals altijd, traag, log en blijkbaar ook blind. En nu, dit is eigenlijk gewoon een paniekreactie. Ja. Een paniekreactie om toch terug de macht te grijpen. Want, oh nee, mensen gaan hun eigen bank spelen. Dat kunnen wij niet laten gebeuren. En zo komt dat bij mij eigenlijk over. Ja, en... Hoe het bij mij zelfs ook overkomt, die paniekreactie, zoals jij het zo correct stelt, ja, dat wordt ook gespuurd vanwege de direct economische vijanden van Europa. Hè? Ja, tuurlijk. Rusland, oh, we zitten in oorlog. Ja, maar we zitten nu wel Bitcoin langs alle kanten te accepteren. Mensen schijnen te vergeten in die oorlog, Rusland is ondertussen redelijk goed, hoe moet ik het zeggen, bevoordeeld met het aantal Bitcoin en cryptomunten dat die mannen in handen hebben, hè. Onder andere, en dan had je enkele weken geleden in de Verenigde Staten dat onze goede vriend Joe Biden zijn executive order heeft gelanceerd met betrekking tot blockchain-technologie en cryptomunten om die te omarmen. Ja. Dat is nog zo'n leuke. China daarentegen, ja, we gaan minen afschaffen, et cetera, et cetera. On the down low hebben die wel ondertussen hun digital yuan gelanceerd. En zijn ze ook terug bezig met bitcoin betalingen te accepteren langs alle kanten. Ook... Dus die miners zijn nooit weg geweest. Ze zijn nooit weg geweest. Dus dat zijn directe grootmachten dat Europa in de smiezen heeft van oh, die hebben zelf ondertussen infrastructuur opgenomen. En dat is heel makkelijk te bewijzen. Zeker voor in de VS, want je hebt natuurlijk die executive order. Ik kan de artikels nu niet opzoeken, dan ben ik te laat. Maar... Ik heb al verschillende artikels ook op social media gedeeld en ik geloof zelfs in voorgaande episodes. Vanaf nu kun je in bepaalde staten van de VS je taxen betalen met bitcoin. Hè? Ja, inderdaad. Je zit gratis bitcoin aan de overheid te geven. Hè? Dus ze zijn er volop mee bezig. Hier in Europa is daar nog geen sprake van, maar ze proberen wel al te monitoren. Zoals Stijn zegt, logbeest, ze lopen zwaar achter, maar ze beginnen het door te hebben. Ja, maar te laat, hè. Veel te laat. Veel te laat. En in paniek
Ja, als een overheid in paniek slaagt, maken die de domste beslissingen. En als je dan nog eens kijkt waar het Europees Parlement, dat zijn uitgerangeerde politiekers die in hun eigen land niet meer onder de bak komen. Dat wil zeggen, dat zijn heel veel oude mensen die heel traditioneel denken. Ja, dan kun je niet anders verwachten dat die paniekerig anti-bank zo reageren. Hè? Ja. Ik verschot er eigenlijk van dat die MiCA-wetgeving toen negatief gestemd was. Op het laatste nippertje. Die had er in mijn ogen ook gewoon door moeten zijn. Eigenlijk niet. Die MiCA dat ging over een ban op Proof of Work. Dus ik ben heel blij dat die hem afgeschoten is geweest. Ja, maar dat ging ook over het aangeven van je persoonlijke rijkdommen, zoals goud en juwelen. Hè? Ook waar, juist. Dat is een heilig huisje, hè? Dat wilde je nog niet raken. Hè? Nee, dus op zich terug goed nieuws dat dat afgeschoten is geweest, dus dat dat niet door is gekomen. Maar ja, het feit dat het al een nipte was, wil natuurlijk al zeggen van, oh, er is iets aan de gang. Ja, ja, ja. Er is nog geen wetgeving gegoten. Dat duurt waarschijnlijk nog eens een dik jaar voordat er ooit nog eens iets in een boek geschreven wordt. Tegen dan gaat er nog heel veel water van de rivier naar de zee. En door heel veel sluizen. Dus ik zou me er nog niet te zot druk in maken. Maar ik zou me wel klaar houden voor de escalatie daarin begint. En de paniekreacties van een hoop mensen. We hebben het gezien. In Amerika verhogen ze de rente mee 0,1 een scheet. En Bitcoin zakt ineens $2000. Dat zijn gewoon mensen die in paniek slagen. Hè. En de markt is de laatste, durf ik te zeggen, de laatste 3-4 maanden een heel paniekerig marktje aan het worden. Hè. Slecht nieuws. Direct verkopen. Pff. En dan, ja, ik weet het niet. Goh, met die paniekverkopers, met de laatste bullrun dat er geweest is, en zeker ook met al die, ik ga ze bij naam moeten noemen, BNB tokens en BSC tokens, zijn er enorm veel speculeerders bijgekomen. 2021 hebben we nog nooit zoveel futures en opties en ETF's allemaal hebben, die allemaal zijn gelanceerd en opgemaakt geweest. Er zit een scheidhoop aan speculeerders nu in die markt, waarbij het voor 2020 eigenlijk buy and hold was. De klassiekers gelijk wij twee. Wij hebben onze feitelijk een bitcoin, wij houden die hem bij. Wij liggen niet via de Robinhood-app te speculeren van oh, nu gaat hem naar die prijs en dan moeten we stoplossen en dan moeten we de... En dan zitten we er 100 maal leverage op en dan gaan we liquideren. Nee, nee, mijn ding niet. Als dat leuk is voor jullie, tof. Ik hoop dat je een toffe hobby hebt, maar het is mijn ding niet. Maar je ziet ook, dat maakt watervallen effecten op prijzen ook, hè. Prijs zakt, je rokt al die limieten aan. Hier. En die prijs valt, lijkt de waterval naar beneden. Totdat iedereen geliquideerd is. Ja. En zo werkt treden. En in de 10 geboden van crypto, in onze allereerste aflevering, zoals is dat aangehaald geweest van in hemelsnaam, buy and hold. Doe niet mee met die opties, doe niet mee met die ETF's, doe niet met leverage trading. Je koopt gewoon een echte deal en je houdt daarbij. Zolang je dat niet verkoopt, zit je sowieso in winst op lange termijn. Allee, er zijn heel velen in deze markt die zoiets hebben van yes, wat een aangekocht 2017, 2018 op de top. Ja, die mannen hebben nu winst. Hè. Allee, die zitten momenteel nog steeds op 2 keer hun ingelegde waarde, dus op zich. Jot. Gewoon geduld hebben en blijven vasthouden. En van wat Stijn daar straks zei, 75% van de markt momenteel. Sorry, plus. 3/4. Een ander kwart, dat zijn gewoon speculeerders. Nou, niks aan te doen. Voilà, hè. Ja, ik had daar straks al iets op gehad, maar ik vind het altijd wel leuk als we zo'n beetje feedback krijgen. Het warmt mijn crypto-hartje. Keigoed, merci, AWMX. Dus bij deze, als er geen verdere vragen zijn, zou ik zeggen, we gaan stiltjes aan beginnen afronden. Morgen heb ik nog een werkendag, dus ja, ik moet op tijd mijn bed in. Ik moet nog de kilometer stijlen. Ja, werken, pa.
Maar positief blijft. Het is de laatste van de week en dan hebben we een lang weekend. Hè. Dat is een feit. De paspas komt langs. En dan hopen we dat we volgende week een beetje een boeiendere markt tegemoet gaan. Iets meer interessant nieuws dan Shiba Inu dat stijgt bijvoorbeeld. Oh, die crashen wel terug. De sky is the limit, hè. We zien wel. Maar dat gaan we zien met die Shiba Inu. Binnen een paar weken gaan we zo waarschijnlijk een artikel kunnen oproepen waarbij zegt Shiba is gecrashed. Want plotseling, hoe komt dat? Ja. Dus ja, bij deze. En als er geen vragen zijn, zou ik zeggen, we gaan stiltjes afsluiten. Voordat we dat doen, nog iets speciaals in de CryptoBelgië-groep? Eigenlijk niet, want het is, zoals we al zeiden, een hele saaie tijd. En er is eigenlijk weinig nieuws dat naar boven komt, dat eigenlijk interessant is voor verder uit te werken. Ook qua crypto-projecten dat ik tegenkom, dat is allemaal eigenlijk één pot nat op deze moment. De projecten waar wij over gesproken hebben de voorbije weken, zijn er een paar mee, een paar updates die interessant zijn. Maar die bespreek ik wel in Crypto België zelf, dat ga ik nu niet doen. Van events, helemaal niks. Dus ik denk dat jij meer te vertellen gaat hebben over uw livestreams, Dimi, dan ik. Over, oh, ja, mijn livestreams zelf tegenwoordig zijn ook moeilijk te doen, omdat de markt... Ja, redelijk dood is. Hier en daar, zoals dat van die unhosted is welkom, zijn zaken die ik uiteraard in het groot zet, met als reden, dat is eigenlijk wel heel belangrijk nieuws, maar door uw lokale influencers en door verschillende algoritmes wordt dat eigenlijk platgeduwd, zodat je het niet te veel weet. Ik zelf ben er ook via maar achtergekomen door Coinbase onder andere, die mij opeens een mail stuurde, bijvoorbeeld met die wetgeving. Ik heb dat toen nagekeken en ben ik effectief op die zaken allemaal uitgekomen. Een hosted wallet? Ja. Ah, okay. Coinbase had mij een bericht gestuurd in verband van, het kan zijn binnenkort voor een KYC voor u een hosted wallet. En dan ben ik beginnen uit thuis en ben ik eigenlijk op die artikels terechtgekomen. Dus bij deze, en het feit ook dat veel van uw lokale influencers hier natuurlijk geen woord over reppen, want het was een Bitcoin Conference 2022, dacht ik van, het is misschien wijs dat ik dit zelf in de spotlights zet. Voor de rest, qua livestreams, niet veel te gebeuren. Jawel, ik ga hier even de mist in. Voor volgende week heb ik op mijn Blockchain Talks special guest van de Ravencoin community. Die heeft een project gestart genoemd Renewablocks. Wat is dat? Dat is een NFT waarbij je eigenlijk kunt beginnen Bitcoin minen via een pool. Dus je gaat eigenlijk de strategie, wel een mining strategie hebben, waar ik tot op kort eigenlijk niet zo een fan van was. Namelijk dat je een betaling doet en dat je daarmee eigenlijk aan een bedrijf zegt, je mag voor mij Bitcoin beginnen minen. Nu, binnen Ravencoin is men daarmee bezig, via NFT's. En dat gaan onder andere die Renewablocks zijn. En die gaan ervoor zorgen dat je dat wel kunt doen, maar op een compleet beveiligde manier. Niet met dynamische contracten, maar effectief met een vaste mining rig. Volledig gebaseerd op hernieuwbare energie. En door de aankoop van een NFT heb je eigenlijk een gedeelte van die winsten in je zak. Ja, okay. En daarmee ga je het eigenlijk beginnen funden. Dus eigenlijk ze de deel-eigenaar van die mining rig dan? Ja. Oké. Okay. Daar gaat die Renewablocks over gaan. Ik heb daarvan de oprichter kunnen uitnodigen in mijn livestream. Die gaat doorgaan dinsdagavond om 7 uur volgende week. Dus ik zou zeggen... De link zeker in Crypto België, dat is wel eens interessant. Ja, het gaat wel volledig in het Engels zijn, maar daar gaat het over gaan, dus dat is wel een leuke om te doen. Vooral omdat ik dit keer een beetje geconfronteerd word met twee zaken waar ik het normaal gezien niet al te veel voor heb, namelijk NFT-speculatie, ook al zeg ik dat de NFT-markt groot is, en natuurlijk die Bitcoin, hoe noemen ze dat weer? Ik ging Bitcoin Digital Farming of zoiets doen. Cloud of Mining. Cloud Mining, dat was het woord dat ik zocht, merci. Omdat ik normaal geen fan ben van Cloud Mining, maar dit leek me eigenlijk wel een variante, een kleine afwijking die mij heel interessant lijkt. Ik ga er zelf meer over leren, die een dinsdag zelf. Nadien zal ik wel mijn opinie waarschijnlijk moeten reviseren of gewoon zeggen van, voilà, het trok toch op niks. Maar ja, we zullen zien. Alleszins, tot wat, met wat ik nu zag, was het wel interessant.
Dus ja, bij deze. Dan dank ik iedereen voor te hebben gekeken. Ik ga doen gelijk de traditionele YouTube-influencers ondertussen. Please like, subscribe, leave a comment down below. En we zien jullie in de Crypto België groep en managers. Tot de volgende.